kop. Snel naar voor. Offensieve ploeg, goede voorzet. Vrij tweede paal. Ja! Orecht wel af, dat meen ik. Valverde. Gelukkig Mamadou voor. Tweede paal. Jawel! Pizzi Alonso, nee. Lozada. Daar is ze. Opletten, opletten. Dit is het. Dit is het. Pizzi Alonso. Het is natuurlijk jammer dat we de finale net niet gehaald hebben. Maar ik denk toch dat we voor het Belgisch voetbal een schitterende Europese campagne hebben gedaan. Maar iedereen leek wel overtuigd dat jullie de finale zouden halen. Hè? Ja, ik ook. Ik ben er vast van overtuigd. Dus daarom zeg ik ook door de omstandigheden, door eigenlijk een domme gele kaart of een rode kaart. Door spelers die niet met de gedachte volgens mij toch bij die wedstrijd helemaal waren. En daarvoor is die uitslag ook gekomen. Maar hoe is die er eigenlijk gekomen? Want dat heeft hier niemand gezien, echt, hè? Nou, ik heb hem zelf ook niet gezien, maar ik heb dan van horen zeggen van de spelers. Dus de reactie van onze Luc, ja, het is een domme reactie. Ze sloegen naar elkaar. En de scheidsrechter ziet natuurlijk van Luc en van de anderen niet. Dus ja, dat is rood. En dan ja, in de slotfase, wanneer het allemaal nog kantje boordje was, valt dan bovendien Mamadou uit. Hè? Ik was al op het schrijven wie de penalties ging nemen. We gingen kijken, was een scheurtje in de lies. Een spierscheurtje, zeg je, die is dus oud voor de rest van het seizoen, mag ik aannemen? Ja, dat is normaal vier weken dat hij niet speelt. En je weet dat het nog een maand voetbal is. Dus voor Mamadou is er dit seizoen niks meer bij. Ja. En dit seizoen, ja, moet nu nog gaan gebeuren, hè? Want de competitie is al wat jullie rest. Ja, we weten natuurlijk na zo'n wedstrijd waar iedereen teleurgesteld is, dat we het moraal weer op moeten krikken. En ik denk toch, de titel, het ligt helemaal aan onszelf. Wij moeten zorgen dat we winnen. En als we die vijf wedstrijden winnen achter elkaar, dan hebben we de titel. Dus daar moeten we voor streven. En ik denk toch wel dat ze professioneel toch wel genoeg zijn om daar al nu te gaan denken.